Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een video waarin ik jullie de producten laat zien die ik in de maand november heb opgemaakt. Ik heb ze even in een mandje gestopt, alleen deze twee bovenste producten die vallen eruit. Zoals je ziet is het niet heel erg veel, maar ik denk, nou ja, ik laat het toch wel eventjes zien en dan zal ik even wat meer vertellen over de producten die erin zitten. Dus veel plezier met kijken. Ik begin even met de bovenste fles. Dit is een shampoo van Dove. Dit is de Intensive Repair. Als je gemauw op de achtergrond hoort, dat is mijn kat. En die heeft een krolse bui. In december. Moet kunnen, maar goed. De shampoo dus. Deze die heb ik eigenlijk altijd. En dit vind ik eigenlijk de fijnste shampoo die ik ooit heb gehad. Omdat deze mijn haar gewoon ook echt heel erg zacht maakt. En gewoon intensief repareert, zeg maar. Ja, ik heb ook altijd zo'n fles leeg. Ook al hoef je er niet zoveel van te gebruiken. Maar ik krijg ook nooit alles eruit. Dus er zit nou nog een heel klein beetje bovenin. Maar een hele fijne shampoo die ik eigenlijk standaard gebruik dus. Dan heb ik uit diezelfde lijn ook een conditioner. Hier zit trouwens een stuk minder in als in de shampoo. In de shampoo zit 250 ml en hier 200 ml. Dat merk ik ook altijd meteen, want deze is altijd super snel leeg. De conditioner, maar eigenlijk ja, is het hetzelfde verhaal. Deze werkt ook gewoon heel erg goed. En vooral de combinatie met, ik heb ook haarmasker, heb ik van dit, van Dove, van deze, dit type zeg maar. Dus die werkt ook heel goed. Dus ik vind dit gewoon een hele fijne lijn die ik standaard gebruik. Dan heb ik deze tandpasta. Dit is de Pro Glazuur van Sensodyne. Deze beschermt je glazuurlaagje. En ik vind dit een hele fijne tandpasta. Maar ik heb er nu eentje en die is wat frisser. Er zit een, ja, toch een frissere smaak aan. Deze die is, ja, niet, er zit niet echt een hele bijzondere smaak. En ik hou er eigenlijk wel van als een tandpasta gewoon lekker fris is. Als er lekker veel mint in zit. Dat vind ik wel erg lekker. Dat heeft deze dus niet. Maar dat heeft dus degene die ik nu heb wel. En verder vind ik het wel, vind ik gewoon dit een hele veilige tandpasta. Dus omdat hij gewoon die glazuurlaag beschermt. Ja, hij versterkt en het verhardt het tandglazuur. En tegenwoordig is alles slecht voor je gebit. Dus vind ik deze tandpasta gewoon heel erg fijn voor. Dan heb ik dit Long Lasting Eye Pencil van Essence. En deze gebruik ik eigenlijk altijd. Ik ben dol op oogpotloden. Ik vind het altijd heel erg kaal als ik geen lijntje onder mijn ogen heb. Dat hoort bij mij eigenlijk standaard bij mijn make-up routine. Dus deze gebruik ik ook het liefst. En dit is eentje die moet je omhoog draaien. Kijk, dus daar zit gewoon zo'n draaimechanisme in. Nou ja, er zit nu natuurlijk niks in omdat die leeg is, maar ik vind deze net wat beter. Deze blijft ook gewoon wat langer zitten als zo'n potlood die je moet slijpen. Dus daarom heb ik eigenlijk altijd deze. En ik heb ook altijd de Black Fever. Dus ja, die is nu opgegaan. Dan is dit mijn favoriete concealer. Deze is ook van Essence. Het is de Stay Natural in de kleur Soft Beige. Dit is kleur nummer 1. Ik denk niet dat jullie het kunnen zien, maar dit vind ik altijd een hele fijne ja, concealer. Ik vind het altijd in het begin, vind ik altijd dat je dit, kijk, je moet hem dan zo omhoog draaien. Nu is deze natuurlijk heel erg vies omdat hij op is. Maar dat vind ik altijd een beetje lastig, want dan duurt het altijd even een poosje voordat er wat uitkomt. Maar als hij eenmaal op gang is, dan dekt hij gewoon prima. Dus ik vind hem eigenlijk, ja, voor mij is hij voldoende. En ja, deze die is deze maand dus ook opgegaan. Dan waren dit alweer de producten die ik dus heb opgemaakt. Zoals je kunt zien is het niet heel veel. Ik ben niet een heel groot gebruiker met producten. Ja, shampoo is eigenlijk standaard wel wat één keer bij mij in de maand opgaat. Van make-up is dat eigenlijk heel verschillend. Dus vandaar dat ik ook niet elke maand deze video terug laat komen. Omdat ik denk dat het anders ook niet echt interessant voor jullie meer is. Omdat het dan alleen maar shampoo zou kunnen zijn. En nou ja, goed. Zoals je ziet is het nu ook niet heel veel. Dus ja, ik dacht gewoon voor nu is het wel weer eventjes een keer leuk om deze video te laten terugkomen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, abonneer je dan op mijn kanaal. En druk even op het blauwe duimpje om deze video te liken. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!